Universiteit van Nederland. Heb je een leuke Romeinse vakantie gehad, Olivier? Een leuke Romeinse vakantie gehad. <laughs> ik heb een hele leuke vakantie gehad, maar niet Romeins. Nee, hè? Je was nee. Niet in Italië. Nee, veel te heet in de zomer. Heb jij een leuke vakantie gehad? Ook heel leuk. Ook niet in Italië. Nee, ik heb niks Romeins gezien. Ah, weet je het zeker? Nieuw seizoen, maar zelf zelfde verhalen weer. Er is een heel groot <laughs> verschil tussen de armen en de rijken. De pandjesbazen zijn zeg maar de ja. eigenaren... en de makelaars zitten er tussen. Deugd de huizen zijn bij, niet echt. De rijke mensen wilden wel boven wonen... maar boven op de heuvel, niet boven op de flat. Goed dat je weer luistert naar Rare Jongens. Een nieuw seizoen. Ik ben Marijn Doggen en tegenover mij zit... historicus en hoogleraar oude geschiedenis... Olivier Henkster. Hallo, hallo. Heb je er zin in? Zeker, jij ook? Ja, ik ook. Zeker. Luisteraars hopelijk ook. Ik hoop het ook. En zoals de meesten misschien wel weten, is dit een podcast van de Universiteit van Nederland en de Radboud Universiteit. En we bekijken de tijd, onze tijd, door de Bril van de Romeinen. En deze keer bespreken we het woningtekort. Een groot probleem in Nederland. En dat was in Rome ook een groot probleem? Ja, woningtekort, woningtekort. Er waren heel veel mensen die niet aan de woning kwamen die ze wilden hebben. Dat in ieder geval. Oké, okay, nou daarover straks meer. En in de zomer deden wij al een oproep voor onze nieuwe rubriek. Helpdesk Rome. Dus heb je een persoonlijke. rubriek met titel? Precies, let op. Nee, die weten we al. Gaat ook niet meer veranderen. <laughs> dat was ook wel een voorwaarde voor jou om weer een tweede seizoen te doen, toch? Zeker, zeker. Ja, Anders maar, komt het niet. Nee, precies. Dus uh, in Helpdesk Rome kan je terecht met al je persoonlijke problemen. En dan, Olivier, onze therapeut, gaat dan op zoek naar een Romeinse oplossing voor je. Nou, Olivier, wat is het eerste probleem dat jij. Uh, Kreeg. Nou ja, Vakka Johan die, uh, heeft het over dat hij s'nachts vaak wakker wordt en wil weten hoe de Romeinen omgingen met slapeloosheid. Dus ik, ik wil best Romeinse oplossingen aangeven, maar ik word niet verantwoordelijk of uh, ze werken of niet. Nou, hoog tijd om te beginnen. We komen in Nederland ruim 400.000 woningen tekort, volgens het ministerie van Volkshuisvesting. En de woningen die er zijn, of het nu gaat om koop of huur, die zijn... Onbetaalbaar geworden voor heel veel Nederlanders. En dat zorgt voor veel problemen. Zo zijn er berichten over mensen die maanden of zelfs jaren noodgedwongen bijvoorbeeld in hun auto wonen. Of zelfs dakloos worden. Ja, er moeten dus snel nieuwe woningen bij in Nederland. Maar dan kom je op het volgende probleem. Er is heel weinig ruimte. Met 18 miljoen inwoners en steeds kleinere huishoudens is het gewoon proppen. En daarbovenop komt ook nog eens dat Nederlanders vinden dat ze steeds meer ruimte nodig hebben om te wonen. Rond 1900 hadden Nederlanders gemiddeld. 10 vierkante meter per persoon. Inmiddels is dat 53 vierkante meter per persoon. Hoeveel ruimte had een Romein? Heel veel minder voor het hele grote deel van de Romeinse bevolking. Want ik. Hey. Nieuw seizoen, maar zelfde verhalen weer. Er is een heel groot verschil ja. Ja. tussen de armen en de rijken. Dus als wij denken aan Romeinse huizen... dan kijken we vaak die plaatjes van die hele grote huizen met een atrium. Zo'n dus binnenplaat met water en een zuilengalerij, waar je fijn kan rondlopen. En liefst nog een eigen badencomplex in huis. En mooie marmeren vloeren. En die waren er ook. Maar die waren er voor een heel klein deel van de bevolking. En die hadden ook wel meer dan 53 vierkante meter. Oké. Okay overgrote, overgrote deel van de bevolking had heel veel minder ruimte. En zeker in de grote steden was het echt lastig om goede woningen te vinden. En de meeste informatie hebben we zoals altijd uit Rome. En dan zijn er een paar problemen. Het eerste is kan je een huis betalen? En dan hebben we het niet over het kopen van een huis, maar het huren van een kamer. En wanneer stort het in? Ja, nee, dus de bouwkundige keuring kwam er niet aan te passen. Eh, ontzettend nee. veel klachten over hoe die huizen gebouwd zijn. En als je naar de grote steden kijkt, dan weten we van Rome, we weten het ook een beetje van Ostia, de havenstad bij Rome en van Pompei. Heb je dus niet die grote wielen waar we het over hebben, maar hebben wat we insula, eilanden noemen. En dat zijn een soort flatgebouwen. Meter of twintig hoog, zeven verdiepingen. Dat is best hoog. Dat ja. is best hoog. Nou ja, om die hoogte te kunnen bouwen, werd dat meestal gedaan door iets wat we Opus Craticum noemen. En uh, dat zijn uh, houten frames. En die vul je met stro en aarde. Wel heel en, hip en. En dan, en dan pleister je het erover, ja, en ook heel licht. Ja. Uh, dus dan kan je mooi de hoogte in een balkonnenbouw bouwen. Ontzettend brandgevoelig en het stort vaak in. Okay. Dus, dus dat, ja, zeker als je daar heel hoog woonde niet fijn, dus er is uh, heel veel geklaag over hoe slecht al die gebouwen neergezet worden. Ja, je weet heel veel over de steden, maar als je dan toch eventjes uh, naar het platteland kijkt, hoe wonen de mensen daar in hutjes of waren dat wel echt boerderijtjes van steen? Of uh, hoe zag dat eruit? Heel wisselend. Hè? Het rijk is ontzettend groot en opnieuw, we weten veel over de grotere woningen, we weten iets over Kleinere huizen die mensen zelf hebben, of mensen die in grotere woningen inwoonden. En helemaal het idee dat je je eigen huis hebt met heel veel verschillende kamers, waar je je individuele bed hebt, de 53 vierkante meter waar je het over hebt. Dat was voor het merendeel van de Romeinse bevolking echt überhaupt niet iets waar ze over nadachten. Eigenlijk al die pre-industriele samenlevingen, zeker als je naar de onderklasse gaat. Heel veel mensen samen op kamers. Er wordt ook op een hele andere manier geslapen. Daar gaan we het bij de slapeloosheid zo meteen over hebben. Dus het idee dat je in je eentje in een fijn, ruim bed in een slaapkamer zit en dat je een andere studeerkamer en nog een, een muziekkamer hebt, dat kwam voor de meeste mensen niet in de stad, maar ook niet in het platteland in mensen op. Maar hoe ging dat dan? Want je, he, je, je groeit op bij je ouders, op een gegeven moment moet je het huis uit. En dan, dan ging je op zoek naar je eigen stekje. Waar begon je dan? Nee. Nou ja. Laten we de gemiddelde Romein... Ik heb geen idee wat de gemiddelde Romein... maar het is, het, is, het is interessanter denk ik... om niet bij die hele rijke mensen... die het allemaal wel kunnen regelen te kijken. Mm -hmm. Want dat, dat weten we wel. Makelaars. We nee, je, naar ja, makelaar. je, je, je ging naar een makelaar. Dus die, die grote flatgebouw, die Inslee... Nou, die had iemand. Die was daar bezitter van. Dat waren, van niet, de de gewone, dat waren ja. niet de gewone Romeinen. Ja, die willen daar winst in maken. Dus die ga je verhuren. En die verhuur je aan zoveel mogelijk mensen. Maar ja best een hoop gedoe om dat zelf te verhuren. Dus je had andere tussenpersonen, makelaars, en die betaalden dan voor een jaar de huur voor dat hele gebouw, en die gingen zelf vervolgens voor hele kortlopende huurcontracten mensen per dag vaak betaald of per week betaald kamers verhuren. Ah, dat is echt pandjesbazen, zeg maar. Nou, de pandjesbazen zijn zeg maar de ja. eigenaren en de makelaars zitten ertussen. Deugde de bij niet echt. De, de huisjesmelkers zijn degene die het ja. huis hadden <laughs> en werd echt ingezet op winstmaximering... En dat is dus ook, we hadden het net over dat die gebouwen snel instorten omdat ze slecht gebouwd werden. Ze storten ook met regelmaat in omdat het vaak gunstiger was om een gebouw te laten instorten en dan een groter gebouw ervoor neer te zetten. dan het gebouw te houden. Dus, we, dus oh, winstspeculatie, weten we van alles. Ook Cicero, man die we al vaker hier genoemd hebben. die kennen we vooral als een fijn lid van de elite die vaak. Praat over juridische zaken en politieke zaken en filosofische zaken. Maar we hebben heel veel brieven van hem over. En in een van de brieven gaat het erover dat hij een aantal panden geërfd heeft. en dat ze in slechte staat zijn. Nou, dat vind je helemaal niet erg. Want er uh, komen ongetwijfeld binnenkort wel. Uh, Mogelijkheden om de boel opnieuw op te bouwen. En dan ga je je winst maximeren. En dan stort de boel in. En dan gaat hij uiteindelijk het ingestorte gebouw brengt er meer op dan het niet ingestorte gebouw. Omdat je weet dat je iets groters neer kan zetten, wat je aan meer mensen kan verhuren. Je had eerder, in seizoen 1, en we herinneren mensen zich misschien nog wel, was er ook. Die ene krassus, 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 ja. krassus, precies. Krassus. Die, die de, de brandweer uh, beheersen toch? En altijd bij brandjes in de buurt was. Precies en... hetzelfde verhaal, zeker in Rome. Yeah. Location, location, location. Dus op het moment dat een gebouw in brand staat... weet je dat er de mogelijkheid komt om nieuwe gebouwen neer te zetten... en dus weer meer winst te halen. En dat dit echt iets is wat best gebruikelijk is... merk je ook aan het feit dat het gereguleerd is. Dus er zijn allerlei wetsteksten... Bijvoorbeeld over wat een eigenaar aan zo'n makelaar moet betalen als het gebouw instort. Allerlei wetten over het je verantwoordelijk stellen van je buurman voor een gebouw dat op instorten staat. Om je risico te dekken. En dat maakt dus duidelijk dat dus het met regelmaat voorkomt dat die gebouwen instorten. En dat er dus echt een, een markt is waarin systematisch mensen voor te veel geld kleine kamers verhuurd krijgen, vaak zonder ramen en dat het daarbij dus niet gaat om dat er fijn woningen voor die mensen geregeld wordt, maar echt om winst, winst, winst. En er was niemand die daar tegen in opstand kwam. Er waren geen enkele regels die die huurders een beetje beschermden. Nou, er waren dus regels die voorkwamen dat het gebouw instortte, omdat dat voor een deel gevaarlijk was ook voor het pand daarnaast. Je weet dat een aantal keizers op een gegeven moment de hoogte van gebouwen gemaximeerd hebben. Omdat ze er zelf niet meer overheen konden kijken naar de zee of zo? Of wat nee, dat Dat hebben we in Constantinopel. Daar zijn er wetten dat oh. je niet een gebouw neer mag zetten... om het zeezicht te blokkeren. Okay. Die hebben we ook. Maar dit gaat er vooral om dat de veiligheid van de stad in het geding komt. Die panden zijn natuurlijk ontzettend brandgevoelig. Dus als ze te groot en te hoog worden, zijn ze brandgevaarlijk. Dus daar worden wetten voor afgekondigd. Daarom heb je die hoogtemaximering. En wat je wil voorkomen, is dat er te veel onrust komt... Dus daar worden wetten. Maar dat gaat dan niet echt om de prijzen te beheersen. We zien wel een paar wetten waarin expliciet wordt gezet dat mensen niet zomaar een pand in verval mogen laten raken voor winstmaximering. En dat is waarschijnlijk omdat er anders een woningtekort ontstaat. Dus we hebben een paar signalen dat er echt wel gelet wordt dat er huizen voor mensen zijn. Kwaliteit is weer een ander verhaal. Okay. En we hadden het ook over dat in Rome Ro Ro was natuurlijk een groot verloop van bewoners. Hè? Er gingen heel veel mensen dood, moesten iedere keer nieuwe mensen naar binnen. Was er voor al die mensen, al die migranten naar de stad, waren daar woningen voor? Weten we natuurlijk niet precies. Want van heel veel van die mensen weten we niks. Er wordt geklaagd over mensen die in tempelportieken slapen. Dus er zal redelijk wat dakloosheid geweest zijn. We weten dat er dus ook voor dagen verhuurd werd, dus een soort hostels. Soort Airbnb, en je kan, best ja. een, je kan best een hoop mensen in één zo'n kamer proppen. En hoeveel mensen precies waar terecht kwamen weten we niet. Maar je hebt natuurlijk mensen die de stad inkomen en er ook uit gaan. Je hebt heel veel dagjes mensen die een tijd lang in Rome zijn en dan weer ergens anders te werk gesteld worden. Dus die migratiestromen zijn sowieso lastig. Te controleren. Oké, okay, maar er werd geen voorrang geregeld door bepaalde werkgevers of zo, om iemand in een bepaalde kamer te krijgen? Dat uh... weten we opnieuw niet precies. Nee? Wat je wel weet is dat je, als je kijkt naar de manier waarop Romeinse panden gebouwd zijn, dan heb je echt een verschil in, in hoogte. Er zijn hoge gebouwen op de begane grond, bij de straat heb je heel vaak winkeltjes en cafetjes en tavernen en dan de verdieping daarboven... Gezellig. heb je de, de wat betere huizen... waar je mensen ook wat meer kamers zullen hebben. En dan naarmate je hoger kwam en het onveiliger en vervelender werd... kreeg je echt echte dumpspullen. Op die begane grond waar die winkels zaten... zitten heel vaak, dat zijn soms ook gebouwen van twee verdiepingen... dat je een beetje een grotere winkel hebt. Maar daar heb je heel vaak een soort hoekjes of zoldertjes of vlieringen... waar ongetwijfeld mensen geslapen zullen hebben. Dus dat is ook een manier waarop je mensen... Ergens eventjes kwijt kan. Ja, die huurders zaten dus in, in kortjes zonder ramen op de bovenste verdieping. Hadden die dan helemaal nergens recht op? Was er geen huurcommissie waar ze naartoe konden stappen? Huurcommissies waren er niet. En zeker de armste mensen die daar helemaal boven zaten, hadden buitengewoon weinig rechten. Per dag verhuurd, als jij het niet wil, vinden we wel iemand anders. Die groep die, laten we maar zeggen, op de eerste verdieping woonde, dus de wat ruimere huizen. Waarin de wat meer welgestelde mensen woonden. Die hadden nog steeds geen huurcommissie, maar die hadden natuurlijk wel hun patroon. Dus de persoon in Rome bij wie ze konden aankloppen als er problemen waren. En er zullen ongetwijfeld gesprekken geweest zijn als er iemand met een invloedrijke patroon zich uh, achtergesteld voelde, waarbij die patroon dan met. Een collega van hem is gaan praten. Dus geen huurcommissie, maar meer het informele circuit waarin je die afhankelijkheid van het patronagesysteem waar we het uh, in een eerdere aflevering over gehad hebben, heel duidelijk ziet hoe dat functioneert. Oh ja. En waar wilden die rijkere mensen eigenlijk niet bovenop wonen? Want tegenwoordig willen we al in, in het penthouse. Ja, penthouses hebben meestal liften, storten wat minder in <laughs> en uh, waarschijnlijk waren die bovenste woningen ook wat lager omdat je gewoon door de manier waarop je het bouwt. Dus het is bovenwonen is alleen maar leuk als je daar luxe en makkelijk naartoe kan gaan en een grote ruimte hebt. Dus de rijke mensen wilden wel bovenwonen, maar bovenop de heuvel, niet bovenop de flat. Als je zo dicht op elkaar woont in kleine hokjes, kan ik me voorstellen dat dat niet altijd heel erg gezellig was? Nee, dat was het niet. Dat hoefde niet alleen in de kleine hokjes te zijn. De manier waarop die panden ook voor de wat rijkere mensen waren, is natuurlijk nog steeds, behalve die enorme file waar we het over hebben heel dicht op elkaar. En die muren zijn lang niet altijd even stevig en dik. En we, we weten bijvoorbeeld uit Constantinopel... dus dan zitten we een beetje aan het einde van de periode... waar wij het meestal over hebben. Het huidige Istanbul. Het huidige Istanbul. Een verhaal over een beroemde retoricus... dus iemand die goed kan praten, een advocaat, Zeno. En die woonde in een huis, maar in datzelfde huis woonde iemand Antemios en dat is een relatief bekende ingenieur. Oké. Okay, dus die heeft verstand van gebouwen. Ja, maar die kan dus nou, En die kreeg een ruzie, want ze zaten oh. heel dicht in dat gebouw, in en die ene kamer liep zo half onder de andere door en ze waren echt helemaal niet blij met elkaar. Nou, Antemios wist natuurlijk dat hij het retorisch altijd zou afleggen tegen Zeno. Dus het verhaal wat we hebben is dat hij wist dat in de favoriete kamer van Zeno, een soort woonkamer, die lag net boven een ruimte die van themails is. Dan zie je meteen hoe die huizen zo door elkaar ingebouwd ja, zijn. En hij is begonnen om daar in die kamer daaronder grote potten met kokend water te zetten zodat er fijn veel rookontwikkeling was. Die daar de boel liet trillen. En een beetje rook daardoor komt. Zodat Anthemios dacht dat er een soort aardbeving was. En snel het huis uitrende. Zeno dacht dat het, het huis uitrende. Ja. En Anthemios fijn kon lachen. Dus dat is. bedoel, of het waar het is, is of pesterijen. niet. Of het waar is of niet. Doet er minder toe. Dan dat je dit soort ruzies hebt. En dat je dus ziet dat die huizen zo op elkaar gelegen zijn. Dat je echt ruzie krijgt. En ik zei net al dat je in hetzelfde Constantinopel wetten hebt. Die aangeven dat je niet zo mag bouwen dat je iemands zeeuitzicht blokkeert. Nou, hebben we veertig gezegd. Op het moment dat er een wet wordt uitgevaardigd. betekent het dat er iets gebeurt. met enige regelmaat waar mensen boos om zijn. Dus dit kan alleen gebeurd zijn als er zoveel mensen ruzie gehad hebben. omdat er allerlei hoge flats voor hun zeezicht ja. gebouwd zijn. dat daar een wet voor moest worden uitgevaardigd. Dus ja, pure ruzie is genoeg. Was er dan ook zoiets als een kadaster? Een soort, van, een soort van register waar je dan naartoe kon gaan en zeggen: nou Kijk, dit is, dit is van mij, dus op je eigen erf blijven, alsjeblieft. Tot op zekere hoogte. We weten, er is een, een beroemde kaart van Rome waar alle verschillende gebouwen op staan. We weten ook dat op het moment dat uh, Romeinen nieuwe kolonies stichten, bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk, hebben ze de boel veroverd, willen ze daar veteranen neerzetten en mensen nieuwe stukjes land geven. Dan wordt dat nieuwe gebied in keurige blokjes verdeeld en dan worden die verschillende blokjes. Echt aan specifieke mensen toegewezen. Dus dan zit je heel dicht bij wat wij een kadaster noemen. Oké, okay, dus het bestond al wel, maar in die steden was het gewoon het recht van de sterkste eigenlijk. Het Recht van de sterkste weet ik niet. Recht van de rijkste zeker. En wie die grote panden bezat, dat was zeker vastgelegd. Want die hele wetten waren eromheen. Die hele financiering was eromheen. Je hebt hypotheken die zijn afgesloten. Je hebt mensen die geld lenen en geld aan iemand uitlenen. Om die, uh, die panden te herbouwen. Er wordt continu herbouwd. Er worden continu klusjesmannen in dienst genomen. Dus dan moet je echt wel weten wie daar eigenaar is. Nu over dat speculeren begint. We hebben natuurlijk een huizencrisis gehad. een aantal uh, jaren geleden. Inmiddels stijgen de huizenprijzen in Nederland weer gigantisch. Had je ook dat soort momenten in Rome. dat, dat die huismarkt gewoon instortte. en dat mensen hun leningen niet meer konden afbetalen. die die flats hadden neergezet? Of... Hebben, we, hebben we weinig van gehoord? Op een gegeven moment krijg je. Branden in Rome. Dat is natuurlijk gewoon. Hè? Dus Rome, wat ik al zei, die gebouwen zijn noodwaar onveilig en hoog en de brandweerdienst is niet heel erg ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld onder Nero heb je de grote brand van Rome, waar een enorm stuk Rome afbrandt. Ja, dan moet je wel het geld hebben om het te herbouwen. Dus het is ongetwijfeld zo dat een hele grote groep eigenaren niet het geld had om weer te herbouwen. Dat was heel fijn voor andere speculanten die de boel weer konden opkopen. Want. Zoals gezegd, Cicero is er blij mee op het moment dat de boel braak ligt. Maar je hebt wel het geld nodig om het weer opnieuw op te kunnen bouwen. Dus de grondprijs lijkt niet gedaald te zijn. Dat voor een hoop mensen er regelmatig echt problemen en cashflow problemen komen, dat moet ook duidelijk zijn. In onze nieuwe rubriek Helpdesk Rome zoeken we Romeinse oplossingen voor persoonlijke problemen van luisteraars. Nou, Olivier, het eerste persoonlijke probleem wat we gaan oplossen in deze nieuwe rubriek. Nee, ja, Vaka Johan mailde ons: Ik word vaak s'nachts wakker en kom niet meer in slaap. Hoe deal de Romeinen met slapeloosheid? Nou, nou Romeinen benieuwd. hadden best veel slapeloosheid, want we hebben het net gehad over hoe die, hoe die gebouwen functioneerden. En dan heb je ook nog een stad die stinkt en daar heel veel lawaai is. Dus uh, bijvoorbeeld Juvenalis, die geeft met regel maar aan dat het zo ontzettend luid is door al die dronken mensen die langskomen dat hij niet in slaap kan komen. En het. Uh, zorgen dat mensen niet in slaap kwamen... was zelfs een, een, een goede martelvorm. waar waren Romeinen goed van op de hoogte. Dus we snappen, vakker uh, Johan, dat dit echt een probleem is. Romeinen hadden daar twee oplossingen voor. Ik raad ze niet noodzakelijkerwijze aan... maar dit is hoe de Romeinen ermee dealden. De een was opium. Okay. Werkte hartstikke goed. Dus jezelf drogeren is echt een hele goede manier... om in slaap te komen. Dit is geen medisch advies. is ja. niet een medisch advies. Dit is ook niet, maar, maar, maar het is wel wat de Romeinen deden. Romeinen... Deden ook vaak een middagdutje, dus überhaupt. De manier waarop geslapen werd was net wat anders. Middagdutje, siesta en dan s'nachts vaak ook slapen in twee fases. Eerst een beetje slapen, dan wat werken, dan nog wat slapen. Dat zien we vaak als je geen elektrisch licht hebt. Dus je kan misschien je slaap gaan onderbreken en kijken of dat werkt. Efficiënt gebruik maken van de tijd dat je wakker ligt. De laatste manier waarop Romeinen omgingen met slaapproblemen is een beroemde anekdote. Of eigenlijk niet zo'n beroemde anekdote, maar een anekdote over een beroemd figuur. De ons allebekende keizer Augustus. Die op een gegeven moment hoort dat een senator die in enorme financiële problemen zit. Misschien omdat er veel gebouwen zijn afgebrand, dat weet ik niet. Maar enorme financiële problemen zit. toch heel erg goed slaapt. Hey. En dan zegt Augustus: Ik wil dezelfde matras als die man heeft. Dus een goed bed, <laughs> zodat je lekker kan slapen, dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Nou, volgens mij is Fakker uh, een uh, enorm geholpen met dit advies. Dat weet ik niet. Maar uh, ja, dit ja, is wel wat de Romeinen deden. Nou, wil jij nou ook zo'n Romeinse oplossing voor jouw probleem? Nou, vertel ons je probleem. Als je via Spotify luistert, kan dat via het formulier onder deze uitzending. En luister je via een andere app, check dan de link in de beschrijving. Over twee weken zijn we er weer. Waar gaan we het dan over hebben, Olivier? Rechters en straffen. Dus die burenruzies waar we het net over hadden. Wat gebeurt er daarna? Oeh. Ik kijk er nu al naar uit, maar nu nog twee weken. Dus heb je een van de andere vijftien afleveringen die we hebben gemaakt nog niet geluisterd? Daar is die dan bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld die een over uitvindingen. Die vond ik heel erg leuk vorig seizoen. Kan helemaal. Of over patronage natuurlijk. Want daar hebben we het net ook over gehad. Nou, ja, dat kan ook. Dus genoeg te luisteren. Tot over twee weken. Tot dan.